Het LUMC in Leiden heeft alle afdelingen die werken met het hart bij elkaar geplaatst. Wouter Jukema is hoofd van de afdeling cardiologie van het LUMC en is trots op deze nieuwe afdeling. Eigenlijk kunnen we hier patiënten zien echt van jong tot oud. Van pas geboren tot 90-plussers. Eigenlijk alles, elke ingreep die je aan je hart of daarbij zou moeten kunnen ondergaan, kan hier gebeuren van jong tot oud. En alles zit in een paar gangen bij elkaar. Er zijn 4 operatiekamers, 3 gespecialiseerde hartcatheterisatiekamers en 2 hybride kamers. En die hybride kamers die zijn zowel volledig uitgerust als hartcatheterisatie-interventiekamers, maar het zijn ook meteen volledig ingerichte operatiekamers. Dus je kunt er eigenlijk alles. En een enkele keer komt het voor dat je eigenlijk als een katheterinterventie begint, maar dat je na verloop van tijd dan toch over moet steken naar een echte operatieve setting, dat er echt gesneden moet worden. Ja, dan is het super makkelijk als het allemaal bij elkaar zit en zelfs dus deels in 1 ruimte. Deze ingreep waar de specialisten mee bezig zijn, kan zelfs vanuit een andere locatie binnen de afdeling gevolgd worden, dankzij nog meer innovatie op deze nieuwe operatieafdeling. Je kan gewoon inloggen, want dan kan je de schermen van die kamers kan je zien. Dus zelfs als je hier niet fysiek aanwezig bent, dan is het nog mogelijk om mee te doen, mee te kijken, mee te adviseren. Het kon allemaal wel een heel klein beetje, maar zeg maar, de schaal waarop je het nu kan en waarop het nu ook gebeurt, is totaal anders. De ingreep is gelukt. En duidelijk is, wat hier is gebouwd, voldoet en zal volgens Jukema zeker door andere ziekenhuizen overgenomen kunnen worden.